Hoe verspillen we minder grondstoffen en energie? Dit is de Universiteit van Nederland. Toen ik klein was, zagen we deze beelden op tv. Beelden van stervende bomen en bossen. De oorzaak was zure regen. Praten we momenteel nog over zure regen? Ik denk het niet. En de reden is omdat we zure regen hebben kunnen oplossen. Althans, grotendeels. En wat was de oplossing? Katalyse. Een katalysator is een stof die een reactie versnelt en die na reactie teruggevonden wordt. In een onveranderde vorm. Nu, wat heeft dit met katalyse te maken? Maar daarvoor moeten we eerst weten wat waren dan de boosdoeners Wat was de oorzaak van zure regen? Er waren twee moleculen. Laten we beginnen met het eerste. Stikstofdioxide. Stikstofdioxide, dat is in, met water, in de atmosfeer, in de lucht, een zuur vormt. Salpetersuur, of Vandaar zure regen. Hoe hebben we dat opgelost? Door gebruik te maken van een autocatalysator. Een autocatalysator die zorgt ervoor dat het bruine giftige gas. Stikstofoxide wordt afgebroken. Dat was de eerste oplossing. En de tweede was om de andere boosdoenermoleculen op te ruimen. En dat boosdoenermolecul is SO2, zwaveldioxide. Zwaveldioxide maakt met water in de lucht zwavelzuur. En vandaar dus dat dat dan zure regen maakt. En vandaar dat die bomen dat niet zo fijn vinden. Nu. Hoe hebben we dat kunnen doen? Terug met katalyse. Daarvoor hebben we zwavelarme brandstoffen gemaakt. Brandstoffen waar weinig of, of geen zwavel meer in zit. Daar hebben we katalysatoren voor bedacht, waarbij selectief uit een ruw aardoliemolecule zwavel gaan knippen. Geen zwavel of weinig zwavel in de brandstof. Onze verbrandingsmotor weinig of, of geen SO2 de lucht in, in de Luchtlagen, geen reactie met water en dus ook geen zure regen. En deze twee dingen, zwavelarme brandstoffen en de autocatalysator, hebben ervoor gezorgd dat we momenteel niet meer praten over zure regen. Chemische katalysatie moet nu een ander moleculen proberen aan te pakken. En wat is het molecul nu? Koolstofdioxide, CO2. De moleculen moeten we op een of andere manier iets proberen met te doen. Minder uit te stoten, efficiënter omgaan met onze grondstoffen. Of misschien op een of andere manier CO2 direct laten reageren en daar iets mee gaan doen. Zodat we, zoals met stikstofoxide met de autokatalysator, rechtstreeks CO2 gaan voor iets gebruiken. Dat is de uitdaging waarvoor we staan. En dat doen we met behulp van katalyse. De vraag is. Hoe komt het nu dat we zoveel CO2 uitstoten? Wel, dat komt omdat we gebruik maken van fossiele grondstoffen. We hebben hier dat vat ruwe aardolie. We hebben aardgas, steenkool en dat gaan we gebruiken om onze materialen, onze plastics, onze meststoffen, onze kunststoffen uit te maken. En ook onze brandstoffen. En dat doen we door, dit molecul door de moleculen die zitten in dit vat ruwe aardolie. Dat hier voorgesteld is door zo'n lange keten, om die te gaan verknippen. Te verknippen in stukjes. Maar even terug naar die CO2. Dus als je dit dan, zo'n benzinemolecuul, verbrandt in verbrandingsmotor, dan maak je CO2. Koolstofdioxide. En we stoten nogal wat uit. Misschien wel interessant om te weten is dat we per jaar een Nederlander. Maar ook een Belg, dat hij ongeveer 10 ton CO2 uitstoot per jaar. 10 ton. Nu dan denk je van ja, daar kan ik me niet zoveel van voorstellen, 10 ton. Nu, als je één keer op en neer vliegt naar de Verenigde Staten, per persoon 1 ton. Als je een auto hebt en je rijdt 40.000 kilometer, ongeveer 5 ton. Dus als je een paar keer vliegt en nogal veel met de auto gebruik maakt, van de auto gebruik maakt en er zijn nog wel andere bronnen van CO2, dan hebben we dus kom wel snel onze 10 ton. Ik denk wel waarschijnlijk dat ik meer, gebruik, uh, meer produceer dan 10 ton. Dus dat is een enorme uitdaging. En dat mag niet verwonderen, want als je nadenkt over die ruwe aardolie, die ton, dan gebruiken we 85 miljoen vaten. Per dag in olieraffinaderijen. En ik heb hier een foto van een olieraffinaderij, waarbij je ziet van, zo heb je er vijf, 600 op aarde, en daar worden die 85 miljoen vaten per dag doorgegaan. Nu, hoe doe je dat? Met behulp van een katalysator. En die katalysator is daar getoond. Dat is een elektronenmicroscopiefoto van zo'n katalysator. Ik heb hier dat katalysator, dat is het poeder. Het is eigenlijk een soort van zandkorrel. Terug naar wat een katalysator is. Een katalysator is een stof die een reactie, een chemisch proces versnelt. En die na reactie onveranderd wordt teruggevonden. Nu, als je die foto goed bekijkt van die olieraffinerij, dan zie je daar een truck, een Amerikaanse truck. En die komt elke dag verse katalysator brengen. Elke olieraffinerij heeft gemiddeld 10 à 40 ton. Dus elke dag komt dan een truck met katalysator. Dat is een beetje raar, want ik zeg dat een katalysator onveranderd wordt teruggevonden. Dat betekent dus dat dat niet helemaal klopt. Hè? Want dan zouden we nooit een katalysator. Dan had een katalysator het eeuwige leven en moesten we nooit er gaan met nieuwe trucks aankomen om een nieuwe verse katalysator toe te voeren. Dus er gebeurt iets met die katalysator. En wat gebeurt er, is dat die slijt. Eigenlijk kun je zeggen, van je pakt je schaar, en je hebt hier je aardolie-moleculen, en dat ga je dus verknippen, knip, 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 en dan heb je je benzine of andere moleculen, maar na een tijd wordt die schaar bot, en moet je dus elke keer verse katalysator toevoegen om mijn botten-schaar te vervangen. Nu... Dat is een probleem. Je wil eigenlijk wil je weten hoe het komt dat katalysatoren stuk gaan. Je wil eigenlijk weten waarom een schaar bot wordt. Want je wil ervoor zorgen dat je op een of andere manier katalysatoren het eeuwige leven geeft, dat je zorgt dat ze heel efficiënt gebruikt worden en dat je ze kunt laten werken zoals je wil. Eigenlijk voelen we als wetenschappers ons als een soort. Hercule Poirot, een detectief, die op zoek gaat naar van hoe het komt dat zo'n katalysatorbol stuk gaat. Zo'n Hercule Poirot die moet in staat zijn om dat te doen. En wij als wetenschappers hebben daar krachtige camera's voor. Je zou dus denken: van ja, je gaat hier zo'n bol, die is de dikte van een, uh, een haar. En dan ga je dus met een fototoestel fototjes nemen. Ja, maar het probleem is, die is, dat is 50 à 100 micrometer de meeste fototoestellen, dus dan wil eigenlijk de wereld van atomen en moleculen zien. Dus je moet een soort van filmstudio een studio maken waarbij je die katalysator in het midden zet en wil gaan weten bekijken terwijl die aan de slag gaat, terwijl die iets aan het knippen of plakken als die iets aan het doen is, wil je weten van hoe zit hij in elkaar? Hoe werkt hij? Hoe slijt hij? Hoe gaat hij stuk? En kunnen we met die kennis betere nieuwe katalysatoren maken? Nu, eigenlijk voelt zo'n wetenschapper zoals mezelf, zo'n Hercule Poirot, die voelt zich een beetje als uh, zo'n boek van mijn kinderen, zo'n kijk en zoekboek En dan moet je op zoek gaan naar bijvoorbeeld deze kwal. En dan denk je van, ja, waar zit deze kwal? Hoe kan ik die nu vinden? Dat betekent dus dat ik op een of andere manier in staat moet zijn met heel wat camera's. Terwijl dit hier bezig is, moet ik proberen op zoek te gaan naar de boosdoener, diegene die verantwoordelijk is. In dit geval voor het slijten van mijn katalysator die die olie verknipt. Dus moeten we foto's nemen. Foto's op de nanoschaal. Op de microschaal, op de miljoenste en die miljardste meter, willen we nu scherpe foto's maken van die katalysator om dat in beeld te brengen. En ik heb de eerste foto hier, en dat is bijvoorbeeld genomen met een röntgenmicroscoop. Met een röntgenmicroscoop kan je heel nauwkeurig gaan kijken wat er gebeurt in zo'n katalysator. En bijvoorbeeld kun je niet alleen metalen bekijken, onzuiverheden, wat er gebeurt is eigenlijk in de fatruwe ruwe aardolie zitten onzuiverheden, nikkel, vanadium en die gaan zich vastzetten. En hier zien we beelden van zo'n röntgenmicroscoop, beelden waarbij we dat kunnen in kaart brengen op de nanoschaal. We kunnen ook bijvoorbeeld een andere techniek doen waarbij we laserlicht laten op die bol laten vallen. En met het laserlicht kun je zelfs individuele moleculen visualiseren. En daar waar het pijltje is, met dat cirkeltje rond, daar zie je een flash, een lichtflits. En die ontstaat wanneer er één molecuul licht geeft. Je kunt dus gaan één molecuul volgen in zo'n katalysatorbol. Je kunt ook niet alleen met zo'n laserlicht werken, maar ook met elektronen. En dan heb je deze foto's, dan kan je met elektronenmicroscopie foto's maken, dan kan je nog meer gedetailleerd kijken. En je kan het zelfs zo gedetailleerd maken met heel krachtige elektronenmicroscopie. En dan kan je zelfs op niveau van atomen in zo'n één partikeltje kijken. En deze bol is één nanometer, één miljardste Meter groot. Dus je kunt echt gewoon heel precies gaan kijken hoe zoiets in elkaar zit. Als je die kennis hebt, dan weet je eigenlijk hoe deze bol stuk gaat. En hoe gaat die stuk? Als je hier een doorsnede van maakt, dan heb je hier dat die aardoliemoleculen die komen aan de buitenkant en die eten als een soort Pac-Man zich in, in die bol. En die onzuiverheden die zorgen ervoor dat die schaar botter en botter wordt naarmate die meer naar binnen en binnen gaat. En dat is het eerste probleem. En het tweede probleem is dat er een soort korstje rond zo'n katalysatorbol zich vormt. Dat betekent eigenlijk op een gegeven moment kunnen die ruwe aardoliemoleculen er moeilijk nog in Dus je hebt enerzijds dat die schaar botter wordt, en anderzijds dat de oliemoleculen er moeilijk in gaan. Dat is dus wel. Iets dat je dan wil oplossen. Misschien wil je eigenlijk gewoon dat vat wegdoen. Misschien willen we helemaal niet met fossiele grondstof aan de slag. Misschien willen we direct maar eens aan de slag gaan met dit. Met biomassa. Maar als je dat wil doen, dan ga je dus met deze schaar, die katalysatorbollen van de aardolieindustrie, daar gaan we het ook waarschijnlijk niet mee kunnen. Dus hebben we waarschijnlijk iets heel anders nodig. Misschien hebben we dan wel een katalysator. Die als op een hekenschaar lijkt, en die dan probeert te verknippen. Nu, dat is allemaal goed en wel. Maar dit is biomassa waarbij de planten dit die nu gemaakt hebben door CO2 uit de lucht te pakken. Dan hebben we de koolstofcyclus, waarbij CO2 wordt opgenomen door fotosynthese. Maken we planten? Planten, daar hebben we afvalresten van. En daar maken we dan eventueel nuttige producten, vooral de niet-eetbare bestanddelen van de biomassa. En dan te kunnen zeggen: ja goed, dan hebben we dus CO2. Dan moeten we eerst een biomassa omzetten en dan gaan we dat gebruiken voor iets anders. zou ook kunnen denken van: waarom beginnen we eigenlijk nou niet direct met CO2? Waarom proberen we niet direct met koolstofdioxide? Nu daar hebben we dus zo'n schaar niet voor nodig, want zo'n koolstofdioxide molecuul is wel klein. Dus je wil eigenlijk niet knippen, maar plakken. Dus je moet katalysatoren vinden, waarmee je kunt moleculen gaan met elkaar plakken. En als je dat kunt doen, dan kunnen we misschien de brandstofmoleculen van de toekomst maken. En dan zie je dus dat als je de goede combinatie hebt van knip en plakkatalysatoren, dat we in de toekomst waarschijnlijk met heel andere grondstoffen aan de slag kunnen. Om ervoor te zorgen dat we onze materialen, onze plastics, onze kunststoffen, onze brandstoffen, meststoffen kunnen gaan maken. En dat brengt me tot de vraag van dit college: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we efficiënter omgaan met onze grondstofenergie Door ervoor te zorgen dat we met de kennis en de kunde van de katalyse weten hoe ze werken, we weten hoe ze werken momenteel met fossiele grondstoffen. En die kennis die we daar hebben verworven, hoe die schaar werkt. En hoe we gaan naar een heggenschaar en van een knipkatalysator naar een plakkatalysator, dat we kunnen verzorgen dat we naar de toekomst toe een meer duurzame samenleving kunnen maken. Er zijn enorme uitdagingen, uitdagingen voor mij als wetenschapper, maar ook voor alle studenten die we begeleiden en die we willen opleiden om dit vakgebied verder te brengen. En al zo dus stapsgewijs, stapsgewijs van fossiel naar minder fossiel, naar misschien helemaal geen fossiel grondstoffen. En daar proberen we dan onze materialen uit te maken.